Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Ik ga vanochtend eerst even naar een meeting met de auto. En vanmiddag of later vanochtend, ik weet nog niet precies hoe laat, komt Vera naar mij een keertje. De rollen zijn omgedraaid vandaag. We gaan vandaag bij mij filmen een keer. Nieuwe versus A video's opnemen. En gewoon lekker bijkletsen natuurlijk, dat hoort er ook bij. Dus ik ga nu eerst rijden en dan zie ik jullie straks weer. Of ja, eigenlijk zie ik jullie niet natuurlijk, maar jullie zien mij. Dat bedoel ik. Nou, raad eens waar ik ben. Ik ben bij Suus. We zijn vandaag aan het filmen en een keertje bij haar. En niet bij mij. Ja, want we filmen altijd bij mij omdat ik gewoon een beter huis heb. Suus is hier eventjes het beeld van net aan het doorkijken. Ja, wel mooi licht hier. Moet ik eerlijk zeggen. Ik kijk de hele tijd in dat schermpje in plaats van in de lens. Dat is echt slecht. Hoi weer. Hallo. Hoe weer dan nou om bij mij thuis op de grond te zitten? Heel fijn. Ik voel me gelijk thuis. Ik zei net al, mijn vloer lijkt echt heel veel viezer gelijk, omdat hij wit is. Ja, maar ik vind het niet erg hoor. Maar het valt echt wel mee. Maar het lijkt gewoon zo. Nou ja, het is natuurlijk ook zo, maar ik bedoel, bij vloeren die niet wit zijn, durf ik te wedden dat het veel erger is. Alleen daar zie je het niet. Juist. Ik kan me er niet zo druk om maken hoor, ik zit graag in je veiligheid. Ik heb een PayPal account en ik geef sorry, de dat is wel echt laatste opeens een melding. Maar ze moet eerst dat, bellen, PayPal. Hallo. Hoi. Ja. Zo. Goedemiddag. En jij? Ben je nog een beetje aan het snuffelen? Ik ben nu bij mijn ouders. Papa is op de achtergrond aan het werk. Maar ik ben hier ook gezellig met mijn broertje. En even iets verder bij mijn moeder. En ik heb mijn Orange is the New Black vest aan. Ik weet niet of ik het kan laten zien. Wil ik even? Oh ja. Oh, kijk eens even. Orange is the New Black. New Black. Leuk, yes. Warm. Ze heeft de kaarsjes aan. Thijs heeft een nieuw shirt. Ja. Heb je dat al gezien? Van kijk eens, baller. Baller. Niet baller Harry. Maar heel stoer. Baller Harry. Bas, waarom eten we blauwe puree? Blauwe puree? Dat is rode kool. En daar heb ik een stampotje van gemaakt. Maar rode kool is rood en dit is gewoon echt paars of zo. Ja, maar als je vaak ook, ik weet het ook niet. Het is rode kool. Maar vaak is het wel een beetje paarsig. Maar waarom weet ik niet? Ja, maar dit is echt een beetje richting blauw. Ja. Moet je de boeren bellen? Hoe dat kan? Hallo. Het is nu vrijdagavond en vanavond is er een soort van verrassingsfeestje voor Bas. Dat heeft onder andere Tijmen georganiseerd, die jullie natuurlijk wel kennen van de vlogs inmiddels. En nou, dat betekent dat ik zo meteen met een smoes weg ga sneaken, want ik ga dus naar de locatie waar het is. En mijn vader die gaat dan straks Bas meenemen met de smoes. Die gaat doen alsof Bas hem ergens mee moet helpen. En dan wordt hij verrast. Ik ben echt super excited. Ik hoop dat hij het leuk vindt. Zijn er weer een rare repetitie aan het doen? Ja. Hij komt zo meteen. Ik ben nu op locatie. Ik vind het echt heel spannend. Binnengekomen van Ice Lips Face. Contouring, blush en bronzing powder bijvoorbeeld. Verschillende kwasten. Deze is een beetje misvormd geraakt in de post. Een oogschaduwpalet. En, dat matterende poeder. Nagellakjes.
Ik ben bezig met een nieuwe outfit post. Zien jullie die herfstbladeren? Dat zijn gewoon de eerste herfstbladeren van dit jaar. Goedemorgen, middag al. Het is zaterdag en zijn we weer terug in Amsterdam. We gaan zo eventjes naar de stad. Ik moet wat dingen terugbrengen. Ik wil een cadeautje voor Tesca kopen. En ook wat benodigdheden voor het feestje. Dus sloffen, want het is een pyjama party. Misschien ook wel een pyjama nog. En ja, dus dat gaan we zo even doen. Maar we gaan eerst even tosties eten. Vera heeft echt onmogelijk voor een brood uitgekozen. Waarom heb je deze gepakt? Vind ik lekker. Deze is voor jou hoor, Spijtje. Je kan het gewoon laden. Nee, maar dat vind ik lekker. Sneetjes. Vind ik goed. Ik kom net terug uit de stad. Ik heb cadeautjes voor Tesca gekocht. Ik ben echt blij dat het gelukt is, want ik vind het altijd best wel moeilijk. Maar als het dan lukt, ben ik helemaal blij. Hier zit onder andere een cadeautje in. En ik heb bij de Hunke Muller geen spannende dingen gekocht, maar wel hele leuke dingen over Tesca's verjaardag. Want het thema is namelijk pajama party. En toen dacht ik, oké, dat wil ik goed doen. Dus ik heb, kijk, een make-up tasje gekocht. Maar dat was eigenlijk de extra, want het belangrijkste waren deze sloffen. Heel erg leuk. En dit slaapmasker. Oeh, hoe awesome is die? Oh, 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 Vera is druk bezig op de Wii Balance Board. Het lukt me niet. Ja, ja. Dit is de allereerste keer, dus als het slecht doet, dat is even een reden. Ze heeft dit nog nooit gedaan. Oh, misschien moet ik ook nog meer mijn voeten bewegen ofzo. Ja, niet alleen je heupen. Ja, ik stond helemaal woe! Hij zei dat ik niks goed doe. Ik ben unbalanced en ik heb 1 ster. Oh. Oh. Mocht je denken wat ik aan het doen ben. We zijn de kast aan het leeghalen omdat we alles van de muur af gaan halen. Omdat we morgen de muur gaan behangen. En ja, ik denk dat het leuk muur behangen. En ik denk, oh ja, er zijn nog wat voorwerk bij. Nou, de zwarte strepen zijn gezet. Jeffrey wilde eigenlijk al gelijk gaan behangen. Maar ik zei, oké, ik wil eigenlijk nu wel gewoon lekker even een filmpje kijken. Want we zijn de hele dag bezig geweest. We hebben net ook heel lang Just Dance gedaan. Super benieuwd hoe het is morgen met behangen overheen. Dus morgen gaan we aan de slag. En nu is het tijd voor bed. Oh. Yes. Ik heb er eventjes een, hoe zeg je het ook weer? Kokosolie masker in mijn haar gedaan. Dus ik heb mijn haar helemaal doordrenkt met olie. Dus het is nu super vet. Ik heb dit heel lang geleden een keer geprobeerd met kokosolie. En ik weet eerlijk gezegd niet meer zo heel erg wat ik er toen van vond. Volgens mij had ik toen een beetje mixed feelings erover. Je moet het in ieder geval heel goed uitwassen daarna. Maar ik dacht, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Want ik vind mijn haar de laatste tijd best wel droog. Sowieso, ik heb ook heel droge huid. Dus mijn haar heeft sowieso de neiging om droog te zijn. En ik weet dat sommige mensen echt zweren bij zo'n masker. Dus ik dacht, nou ja, ik geef het gewoon nog een keer een kans. Ondertussen zitten we lekker een Turks broodje te eten. Bos die ruikt lekker naar Zwitserland. Want die heeft Zwitserland shampoos gescoord. Ja. Het prikt niet in mijn ogen. Dat is wel handig. Hoi, het is zondag. Ik heb net een make-up look gemaakt met mijn nieuwe Urban Decay. Urban Decay? Ik weet echt niet hoe je het zegt. Urban Decay. Naked Smoky palet. Ik hoop dat ik het zo goed zeg. Die had ik in Parijs gescoord nog. En met nogal zo'n moeilijke naam. Mijn MAC Giambattista Valli of zoiets. Lipstick. Ik ben nu bij de H&M in de paskamer. Ik heb op deze jas gepast, maar die vond ik toch niet zo mooi staan. En nu ga ik deze jeans passen van H&M Trends. Die wil ik wel voor de budgetjes gebruiken, dus ik hoop dat die past. Nou, ik vind niet echt een flatterend model dit. Kijk, echt heel breed, met hele korte pootjes. Oh, die vroeg even hoe ik dit ging doen vanavond. En hij gaat aan de achterkant, ik heb ook wat zo mee komen. Zo, ik ben weer thuis. Ik zal even laten zien wat het geworden is. Een super schattig blouseje van H&M met konijnen erop. Daar werd ik helemaal blij van. En gewoon een basic donkergrijze zwarte jeans. Die volgens mij iets korter is dan normaal. Vind ik wel leuk. Het is een soort van 7/8 model. Goedemorgen, het is zondag en we zijn aan het behangen. We zijn nu met de derde baan bezig.
Alleen het probleem is dat lijm heel snel droogt. Dat is te warm. Dus dan heb ik het net ingesmeerd en dan is het zo goed als droog alweer. En dan moet de verhanger nog op. Het is wel aardig aan het opschieten. Ik zie nu een hele grote bobbel. Maar goed, dat gaan we allemaal nog fixen. Maar kijk, wow. We zijn al over de helft. Dik over de helft zelfs. Het wordt echt super mooi. En het buikje is er helemaal op. En nu kunnen we alles weer terug gaan zetten. Ik ben super benieuwd hoe het dan gaat staan. Yes. Het is zondag en er is gewoon een pakketje bezorgd. Coolblue bezorgt ook op zondag. Dat vind ik echt heel cool en fijn en leuk. En ja, het maakt me blij. We zijn aan het koken. Een kip, nieuw recept. Met honing en drie... Met sojasaus? Ik weet niet of dit goed is. Kijk. Oeps. Zou ik bijna nog vergeten te laten zien hoe behang uiteindelijk eruit ziet. Je kan het achter me al zien. Ja, het is dus echt best wel bruin. Bronskleurig. Ik vind het zelf heel erg mooi geworden. Maar ik moet er nog wel aan wennen. Dat zeg ik heel eerlijk. Ja, er moet gewoon even tijd overheen gaan, denk ik. Maar goed, ik vind het behang zelf wel echt super mooi. Het ziet er echt zo ja, chic uit. En ja, heel warm ook is het wel. Dat moet ik toegeven. Goedemorgen, ik begin de ochtend met een bakje ananas. Ja, niet echt de ochtend, maar meer de werkdag met ananas. Ik ben aan het werk voor mijn blog, as usual. En ik kwam net achter. Kijk, al de hele week... Sorry, het is een beetje vies, ik moet stofzuigen. Maar al de hele week... Wat blijkt nou? De boosdoener is mijn bureaustoel. Ik weet niet of je het kan zien. Ik weet niet. Ik ben blijkbaar iets agressief of iets enthousiast gaan rollen. En weet ik veel wat. Misschien ook iets te vaak tegen mijn bureau aangeknald. En nu gaan de wieltjes dus helemaal stuk. Ik denk ook wel dat dit een teken is dat ik een nieuwe bureaustoel moet. Want dat moet ik ook echt. Dus ik denk dat ik maar eens even van de week op zoek ga naar een andere, betere, niet kapotte bureaustoel. Hoi, het is maandag en zo meteen komt de kapster weer. Heel relaxed aan huis. En nu ben ik nog even last minute aan het bedenken wat ik eigenlijk wil met mijn haar. Aan de ene kant wil ik wel verven en aan de andere kant niet. Dat is eigenlijk mijn eeuwige dilemma. Ik wil het wel verven omdat ik het gewoon leuk vind om veel af te wisselen en zo. Maar ik wil het niet verven omdat ik het toch altijd... duur vindt en veel tijd vindt kosten. Ik vind altijd als iets geld kost, als iets tijd kost, maar als het tijd en geld kost, dan haak ik altijd een beetje af. En ik heb in het verleden ook zoveel geverfd dat ik op een gegeven moment ook zoiets van gek van ben geworden. Omdat als je eenmaal begint, dan blijf je weer bezig. En nou ja, nu is het net zo dat eigenlijk bijna alle verf uit mijn haar is. Dat ik weer zo ongeveer mijn natuurlijke haarkleur heb. Dus dan sta ik niet zo heel erg te springen om weer opnieuw te beginnen. Maar misschien dat ik iets met high of low lights kan doen. Wat ik niet zo, nou ja, niet zo hardnekkig bij hoef te houden. En wat wel natuurlijk weer uit kan groeien. Nou, ik ben toch aan het verven zoals je ziet. Of tenminste ik niet. Maar Kim is aan het verven. En het wordt een soort van donkerbruin met een blauwe gloed. Ik ben echt heel benieuwd. Ik denk niet dat het echt, het wordt niet echt... Blauw. Nee. Ik weet, ik kan me nog niet echt iets bij voorstellen. Het is iets wat ik theoretisch heb bedacht. Maar ik weet eigenlijk nog zelf nog niet eens hoe dat het eruit komt te zien. Maar ja, goed, dan word je nog eens verrast in het leven. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens mijn haar zou wassen in mijn eigen gootsteen. Maar het gaat nu gebeuren, want Kim heeft een, ja, hoe noem je dit? Mobiele wasbak. Ja, ik vind het echt bijzonder. Ik heb gewoon een wasbak om mijn nek. Ja, letterlijk. Iets anders kan ik nog niet maken. Zo, ik ben in een soort van gothic veranderd. Nee, het valt wel mee. Maar het is nu echt ja, donker buiten natuurlijk. Dus je kunt niet echt zien hoe het geworden is. Het lijkt nu echt zwart of zoiets. Maar het is dus bruin met een soort van blauwe, koele gloed. Ik ben er wel echt blij mee, want ik er tot nu toe van kan zien. Maar ik moet het natuurlijk morgen even in daglicht zien. Goedemorgen. Ik denk ik laat nog eventjes mijn haar zien in daglicht. Het is nu dinsdagochtend. Ik ben er wel echt heel blij mee. Het is echt een hele koele, matte, donkerbruine kleur geworden. Echt precies wat ik wilde. Het is niet dat je echt een blauwe gloed ziet. Maar dat was eigenlijk ook niet echt de bedoeling. Het blauwe is meer toegevoegd om de tint nog iets koeler te maken. Want ik heb in het verleden heel veel warme tinten haar gehad. En ik wilde nu gewoon heel graag een keer iets koels.
En dat is gelukt, dus ik ben er heel blij mee. Goedemorgen. Ik ben even aan het ontbijten. En ik keek naar mijn vlog van gisteren terug en ik zag dat ik, of hoorde dat ik een paar keer mijn vinger op de microfoon hield. Ik ben bang dat het nog wel vaker gaat gebeuren. Dus bij deze alvast, sorry, ik probeer echt op te letten, maar hij zit een beetje op een onhandige plek. Dus nou ja, ik eet mijn yoghurt met muesli. Ziet er lekker uit, maar niet heus. Verklaar me voor gek, maar ik heb net even dit gemaakt. Dit gecreëerd, omdat ik 150.000 volgers op Instagram heb gehaald. En dat vond ik wel zo'n bijzonder getal dat ik dacht, moet ik iets mee doen? En toen laat gisteravond, toen ik bijna sliep, kreeg ik dit idee. Toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. Dus ik ben er gelijk mee aan de slag gegaan. 150. Het is niet echt een hele mooie 150, moet ik toegeven. Maar goed, je ziet wat er staat. Hallo, het is dinsdagavond en Bas ging net het vuilnis wegbrengen en toen vloog er een soort van enorm vies, goor, groot beest naar binnen. We konden niet echt zien wat het was, maar het lijkt echt een soort wespbijachtig, misschien een koninginnenwesp. En het was echt een heel drama om hem te pakken te krijgen. We hebben geprobeerd om hem naar buiten te laten vliegen. Voor de liefhebbers onder ons die zeggen dat je ook geen insecten mag doden. Wat ik goed begrijp, want je moet eigenlijk wel consequent zijn in je dierenprincipes natuurlijk. Maar goed, dat is niet gelukt. Dus Bas heeft hem nu inmiddels vermoord en hij is dood, begrijp ik net. Dus nu ga ik eventjes kijken of ik van dichtbij durf te kijken wat voor beest het nou precies was. Het valt eigenlijk nog wel mee. Ik dacht dat hij groter was. Ja, hij is nu ook een beetje in elkaar gezakt. Dat is echt. Hij is gekrompen. Nee, maar hij was echt wel groot. Ik ga vandaag naar Teske's verjaardag en daarvoor ben ik nu al bezig met een Get Ready With Me video in pyjama. Dus ik ben al lekker bezig. Ik heb al van pyjama veranderd voor de video. Ik heb een kopje koffie gezet, van alles. En ik ga nu beginnen met haar en make-up. Dus alles staat hier klaar. Oh, alleen nog de spiegel. Nou, ik denk dat ik klaar ben. Dat ging nog best snel. Nu is het echt een ravage hier. Ik ga maar gewoon nu al beginnen met bewerken, denk ik. Oh ja, de boyband playlist aanstaan. Echt een pyjama over straat gaan lijkt me niet zo handig. Dus ik doe mijn joggingsbroek aan over mijn pyjama broek. En dan doe ik mijn slofjes in mijn tas, want ik had ook slofjes. En dan gewoon een jas aan over mijn top. En dan denk ik dat het wel goed komt. Ik ben nu bij de desk en zit gewoon een hele pyjama party setting gemaakt. En kijk hier. Popcorn bar. Ja, alleen de popcorn is er nog niet. Oh, nou ja, maar wel allemaal andere lekkere dingen. En dit. Cake and pie. Oh, check die taart. Oh. Zo cool. Wauw. Teske demonstreert even de fotowall. Mijn vader heeft gisteren nog eventjes over dat insect dat dus hier zat. En hij dacht dat het een hooinaar was. En ik ben het gaan googlen en daar lijkt het inderdaad heel erg op. Maar misschien dat een van jullie het weet. Er zit vast wel iemand tussen die er een beetje verstand van heeft. Kijk dan, ik heb gewoon een roos gekregen van Kruidvat omdat ze 40 jaar bestaan. Leuk hè? Er zit nog iets bij. Even kijken, iets van rozenwater zag ik al. Goedemorgen, ik was lekker vroeg wakker vandaag. Ik ben op tijd gaan slapen na Teske's feestje. Ik was ook best wel moe. Het was trouwens echt heel erg leuk. Het was heel gezellig. En ze had er echt werk van gemaakt. En ja, ik heb er echt... Oh, ik heb wel altijd achteraf met dit soort dingen. Dan kom ik thuis en dan denk ik... Ik heb veel te veel gepraat. En volgens mij was ik echt heel... Nou ja, vervelend of zo. Ik heb dan altijd zo'n onzeker momentje daarna. Dat is altijd zo stom. Zo'n dip. Terwijl het juist zo gezellig was. Dan probeer ik me... Niet te gek te laten maken door mijn gedachten, maar ja. Ik had gelijk erg veel zin om weer aan de slag te gaan met de leuke dingen, waaronder een naked palet. Dus ik ga nu een look mee maken, gedoucht, alles, ready. Mijn broodrooster is terug en hoe ik dat weet, door de Franse taal en doordat er op staat dat het KitchenAid is. Heb ik nou een nieuwe? Helemaal geen informatie bij van wat er is gebeurd en hè? Ik vind het echt het raarste ooit. Eerst stuur ik het op, hoor ik helemaal niks meer van, dan is hij opeens terug en is het blijkbaar gewoon een compleet nieuwe broodrooster en staat er helemaal niet bij hoe en wat. Ik ga wel gewoon even mailen vragen hoe dat zit, want ik vind dit heel erg gek. Even een break met wat fruit, ananas en banaan. Echt zoveel zin in. Even wat
zoet. En ik heb even contact gehad met KitchenAid. En wat bleek nou? Ze hadden me dus wel gemaild, maar het mailadres stond niet goed in het systeem. Dus ik kreeg geen mail. Mijn broodrooster was blijkbaar gewoon stuk. En daarom heb ik een nieuwe gekregen. Nou, hartstikke fijn. Ik hoop dat deze het wel goed doet. En ik ga hem gelijk weer even op zijn plek neerzetten. Zodat ik morgen weer heerlijke geroosterde boterhammen kan eten. Met tomatentapenade. Want dat vind ik momenteel het allerlekkerst. Maak de pizza. Goed. Dat was een trage reactie. Ja, ik dacht ook even zorgen dat ik een beetje een schone mond heb of zo. Want anders zie ik hem niet echt zo'n mond uit. Nou, vind je hem lekker? Ik heb hem namelijk zelf gemaakt. Lekker. Ja? Komen er nog twee aan. Ook eentje met tonijn, een ui, een knoflook. Anders een vegetarische pizza met champignons, paprika, ui, knoflook en verse basilicum.